Dit is alles wat we tot nu toe weten van Ticket to Ride Legacy. ticket to ride legacy. Dat we dat nog mee mogen maken. Ja, ik zag hem niet aankomen moet ik zeggen, maar goed, op het moment dat het opnemen, gisteren is het officieel gereleased. Wij wisten het eigenlijk al een tijdje, maar goed, ja. we mochten nog niks zeggen. Maar ja, wat weten we hier nou van? Nou, nog niet zo heel ontzettend veel, maar ik heb even een beetje gezocht. Kijk, de producttekst was natuurlijk makkelijk te vinden. Toen ben ik een beetje gaan neus in. Oké, okay, wat zit er dan allemaal in de doos? En ik heb een interview gevonden met de drie makers. En daar ben ik ook helemaal uit gaan pluizen. Toen dacht ik, ik ga gewoon een video maken met alles wat we tot nu toe weten. En ik denk dat er nog wel meer bekend gaat worden naarmate de datum dichterbij gaat komen. Nou, even het algemene feiten. Wat is het? Nou, het is dus een legacy variant. Van Ticket to Ride. Je kunt het met twee tot en met vijf spelen spelen. En wat ik wel opvallend vond, een potje duurt 20 tot 90 minuten. Ja. Dat is een breed scala aan tijd. Ja, en dat is heel erg afhankelijk van de verhalen. Daar zullen we zo nog even op terugkomen. Maar daar komt dat, denk ik, vandaan. Misschien goed om even uit te leggen wat nou een legacy spel is, want dat is wel degelijk anders dan een campagnespel. Ja, een legacy spel is: tenminste, vroeger was het dat je eh, schade of eigenlijk stickers plakte op een speelbord, waardoor je het spel onherroepelijk veranderde. En toen was het nog zo dat je het daarna eigenlijk ook niet meer kon spelen. Zoals bijvoorbeeld Pandemic Legacy seizoen 1, dat is afgelopen na twaalf avonturen. Daarna kun je het niet meer spelen. Maar, leuk, dit is net iets anders. Ja, tegenwoordig is de trend natuurlijk wel een klein beetje dat het zonde is als je daarna een spel echt weg moet gooien of in ieder geval daar niks meer mee kan. Dus wat je nu veel ziet en wat Ticket to Ride Legacy dus ook heeft, is dat je het kunt blijven spelen als je het hebt uitgespeeld. Dus er wordt tijdens Ticket Ride Legacy wordt er eigenlijk een uniek spel gemaakt. Je maakt je eigen Ticket Ride. En dat kun je blijven spelen. Ja, dus wat kun je verwachten? En nogmaals, dat is niet allemaal zeker. Maar wat kun je in ieder geval vaak in een Legacy-spel verwachten? Dat zijn dus stickers die je plakt op het speelbord. om het speelbord te veranderen. Vaak komt er extra spelmateriaal bij. En het is een klein beetje een adventkalender waar heel vaak doosjes in zitten. die je open moet maken op bepaalde momenten tijdens het spel. Met extra regels, dus extra spelmateriaal. waardoor eigenlijk elk spel anders is. Zullen we eens even gaan kijken naar hoe het eruit ziet? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Want we hebben al even online gekeken. en er is gewoon alle mooie pagina's over te vinden. Het gaat dus heten Legends of the West... of Legendes van het Westen in het Nederlands. Want dat gaat ook in het Nederlands uitkomen. Ja, super, super, super chill. Nou, dit is de doos. We gaan zo even inzoomen op de inhoud. Maar wat weten we nou nog meer van Ticket to Ride Legacy? Nou, de makers. Het is dus gemaakt door Alan R. Moon. Dat is de maker van Ticket to Ride. Dus dat is logisch. En hij heeft dat gemaakt in samenwerking met... Ja, de twee dino's van de Legacy-spellen. Namelijk Robin Davio en Matt Leacock van Pandemic Legacy. Ja, precies. Dus Matt Leacock is origineel ook van ja. Pandemic. Die heeft Pandemic ja. zelf gemaakt. Rob Davio is iemand die je eigenlijk moet roepen... op het moment dat je denkt, ik wil dat mijn project slaagt. Ja. Hij heeft dingen als gedaan, de Unmatched-serie. Heel veel Legacy-spellen heeft hij gemaakt. Hij heeft op... als het ware Legacy uitgevonden. Nou, bijna wel inderdaad. Want ja. het is gewoon op het moment dat je hem vraagt bij een project... dan weet je zeker dat het goed komt. Nou, je ziet hem aan de doos... Het speelt zich af in de 19e eeuw uh, en het heeft dus alles te maken met treinen. En toen ben ik even in de producttekst gedoken. Ja, hier is Amerika dus ver ontwikkeld en de treinnetwerken die gaan als een speer. De treinwerken liggen overal. Er zijn super veel verbindingen. Kijk, en nu moet ik even spieken op mijn aantekeningen, want dit is een naam die mij in ieder geval niet bekend voorkomt. Namelijk Tadeus Reeves. Zo zou je het wel niet uitspreken. Maar dat is een persoon, dat is namelijk een jonge ondernemer. En hij heeft met Reeves Rails heeft hij heel veel treinroutes gemaakt. Van de Atlantische kust naar de Mississippi. En jij, dus de speler, hebt ook je eigen spoormaatschappij en jij denkt: dat wil ik ook. Nou, dat snap ik helemaal. Ja. Ik wil hier graag aan meedoen. Ja. En mocht je nou denken: wat zit er nou allemaal in de doos? Want sommige mensen hebben het erover dat het een prijzig spel is. Nou, dat is vaak zo bij ook een legacy spel, omdat er gewoon heel veel materiaal in zit. En dit is even een lijstje van wat er precies in zit. Er ja. zitten 13 Frontier Boards in. Geen idee. 280 plastic treinstukken. 1 campagnebox, 84 treinkaarten, 33 tickets, 7 evenementkaarten, 6 nieuwspaperkaarten, 77 postcards, 1 story deck, 5 companyboxes, 8 Frontierboxes, 1 conductor's toolbox, ook nog een regelboek, hartstikke fijn. En nog veel meer om te ontdekken. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen, want dan is het verklaard. Nou, nee. wat kun je dus doen? Het zijn dus 12 spellen. Oftewel, ja, eigenlijk vergelijkbaar met Pandemic, daar is het een jaar. Dus, dus elke maand is een spel eigenlijk. Ik weet niet of dat hier ook gebeurt, maar het zijn in ieder geval twaalf spellen. En aan het einde kun je het blijven spelen. Het idee is dat jij dus je Noord-Amerikaanse spoorwegmaatschappij naar rijkdom en fortuin gaat brengen. Via dus een campagne voor avonturen. En die rijkdom en fortuin zijn erg belangrijk. Geld is een heel belangrijk ding in dit spel. Um, het doel blijft het halen van bestemmingskaarten, wat we eigenlijk kennen van ticket to ride. Maar je moet nu ook vaardigheden gaan ontwikkelen. Er zijn blijkbaar onverwachte gebeurtenissen en vindingrijke vijanden. Klinkt in een treinmaatschappij heel bijzonder. Uh, je hebt dus een kluis en als ik het goed begrijp, ga je die dus vullen met geld, met inkomsten tijdens eigenlijk de hele campagne. Um, er zijn dus die regioboxen die jij eerder noemde. Daar zitten dus in nieuwe regels, nieuwe inhoud en verrassingen. Maar wat ze heel belangrijk vonden is dat het nog steeds makkelijk te leren is. Kijk. En nu gaan we even door op de details, want toen ben ik dus een interview ingedoken met de makers van dit spel. Dat interview staat op Polygon.com, dus als je dat helemaal wil lezen, kun je dat daar even lezen. Ik vond het erg vermakelijk. En hier zijn dus wat details, geen spoilers, gedetails gedeeld over het spel. Precies, het gaat dus over de 19e eeuw ja. en je bent dus ook een 19e eeuwse pionier. En wat goed is om te weten, heel veel coöperatief of heel veel legacy spellen moet ik zeggen, zijn coöperatief. Je hebt ja. bijvoorbeeld Pandemic is coöperatief. Heel veel andere zijn dat ook. Maar dit is dus niet. Dus je houdt de kracht van Ticket to Ride. Right". Je gaat ja. het namelijk tegen elkaar opnemen. Je probeert niet samen jouw gebouw op te bouwen of je treinstation op te bouwen, maar je doet dat echt strijdend tegen elkaar. En er zitten natuurlijk plastic treintjes in, evenementkaarten. En het gaat ook over het nieuws. Ja, want dat is dus heel belangrijk. Kijk, in de 19e eeuw in het interview geven ze uh, het. Was Instagram nog niet zo groot. Dus wat een heel belangrijk onderdeel is in het spel, is eigenlijk het nieuws. En ik heb daar dan zelf een beetje van gemaakt dat het nieuws tot je komt via de trein. En waar ze heel erg op gingen hameren, toen dacht ik dat is interessant, daar zullen ze wel op ingespelen, is dat um, als er dus iets gebeurt. Dan hoor je dus, nou, er stapt bij, wij bij wijze van spreken iemand op de trein. En die komt naar jou toe en die vertelt het jou uit tweede hand. En wat er dan dus gebeurt, is dat A. Het is niet meer net gebeurd, want daar zit een hele reis tussen. En B. Daar ontstaan dus dingen anders. We weten allemaal, als je het verhaal via-via-via hebt, dan heb je een veel rooskleuriger of een veel spannender verhaal gehoord dan dat er in werkelijkheid gebeurd is. En daar, ze noemen dat Fables and Teals. Er werd gezegd in het interview. Daar gaan ze dus op inspelen, dat verhaal. Dat, is, uh, dat zijn dus twaalf verhalen, en daar komen dus die 20 tot 90 minuten vandaan. Dat is als ik het goed heb begrepen: geschreven door Rob Davio. Nou, Die heeft dat verhaal gemaakt. Moet goed komen. Ja, en dat hebben ze dus als leidende draad genomen. En dat is echt de kracht van het spel geworden. Maar en werd nogmaals benadrukt: het blijft de simpelheid van Ticket to Ride uh, bevatten. En en dit vond ik ook wel een erg belangrijk detail. Het is geen mengelmoes van alles. Wat is natuurlijk ontzettend veel Ticket to Ride inmiddels. Ze hebben niet alles gemixt gemerkt: zo van hier, tada, een nieuw spel. Er zit echt. Nieuw materiaal en nieuw richting. Nou, mensen, dit vind ik fantastisch. Dit is ja. in ieder geval wat wij tot nu toe weten over Ticket to Ride Legacy. Uh, ik heb er heel veel zin in. Hij is in ieder geval verwacht in het najaar van 2023. Mochten er nou allemaal extra dingen online komen, extra informatie? Dat hoop ik. Dat hoop ik wel. Laat het even in de reacties hieronder achter. Want dan krijgen we hier gewoon een compleet document van alles wat we weten over Ticket to Ride Legacy. En dan komt het najaar van 2023 een stuk sneller dichterbij. Eerlijk? Wat denk je ervan? Ja, dit wordt fantastisch. Dit kan niet tegenvallen, mensen. Want dit team, of in ieder geval ja. twee derde van het team, ja. heeft drie seizoenen van Pandemic Legacy gemaakt. Alle drie steengoed. Mm. En laten we eerlijk zijn: Ticket to Ride, ondanks dat het een moderne klassieker is, dat helemaal niet ingewikkeld is, blijft echt overeind. Ja, en uh, hij had dus al heel veel aanbiedingen gehad van mensen die zeiden: Ik wil een Ticket to Ride Legacy versie met jou maken. En in dat interview zegt hij dus heel van, Ja, maar dan zei ik elke keer: Ja, leuk idee. Maar waarom zou ik dat met jou doen? Als ik dat ga doen, dan doe ik het met deze twee. Nou, dat is nu dus gelukt. Nou, we hebben er zin in. Wij gaan hem in ieder geval spelen. Dit najaar, dus in november verwachten ze dat hij uitkomt, zowel in het Nederlands als in het Engels via onze webshop. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Duimpje omhoog als je er zin in hebt. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Jee, Maar sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.